Ik ben heel erg voor cultuur. Ik vind dat er veel geld naar cultuur moet. Sinds ik in Zaanstad woon, hou ik me daarmee bezig. Vooral dan binnen de grote wijver. En ik ben geen voorstander van de bouw van een cultuurcluster op de plek naast het station in Zaandam. Sowieso vind ik het bij elkaar zetten van allerlei verwante organisaties. Ja, soms kan het heel goed zijn, maar ik denk juist dat iedereen zijn eigenheid veel meer kan gebruiken door ook een eigen plek te creëren. En ik ben altijd bang dat iets heel erg bij elkaar zetten een soort van eenheidsworst wordt. En dat vind ik zonde. Die grond is verschrikkelijk duur, terwijl we gewoon andere plekken hebben die goed zijn. Alles naar Zaandam brengen, daar is al zoveel. En in het noorden van Zaanstad, Krommenie, Wormerveer, Assendelft, is ja, bijna niets. En ik vind dat je op meerdere plekken in je stad, vooral als die zo langgerekt is, activiteiten moet organiseren. Voor jong en oud. Ik vind het ook nog steeds jammer dat de Grote Kade weg is, want dat was gewoon een prachtige zaal. Daar moet een vervanging voor komen. Maar ik zou dat niet naast een station doen. Met een zaaltje waar sprekers zitten. We hebben dat in Tivoli in Utrecht natuurlijk gigantisch mis zien gaan. Ik vind een poppodium moet een gebouw zijn. Kijk naar Paradiso. En wil nou toch dat we twee prachtige lege kerken hebben. Ik zou daar een poppodium bouwen. Hoeft geen 50 miljoen te kosten. Volgens mij red je dat voor 1 miljoen. En dan gaat iedereen daar naartoe. Ja, ik zei al, geld naar cultuur vind ik heel belangrijk. Maar dat allemaal in één bouwput, in stenen, nee, dat heeft niet mijn voorkeur.